Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe. Ups en dan. Het is maandag, maar we doen het alsof het de zondag is. Ik heb lekker ontbijt gemaakt voor alle kinderen. Tadaa. We gaan lekker samen ontbijten als gezinnetje. Gezellig. En ja, wat gaan we vandaag doen? Niet zoveel eigenlijk. In de hut spelen. Ja, ik heb. Niels heeft het gemaakt voor Lia. Dus. En zij mag er ook in spelen. Dus ja, maar we gaan nu eerst eten. Wij zijn nu bij Van Kranenbroek. Kijk, ik zal het even laten zien. Van Kranenbroek. En daar hebben we potten gekocht. Tadaa! En spulletjes voor de zwembad. En dan ga ik even wachten op Niels, want Niels die haalt potgrond. Dan kunnen we weer wat aan gaan kleden. Niels is eventjes aan de voorkant bezig om te zorgen dat het dakgoot schoon is. Die gaat even voor mij de ramen boven wassen, zodat ik daar beneden van alles kan wassen. En dat ik de plantjes die ik gekocht heb kan planten en de potten die we gekocht hebben kan doen. Dus dat het allemaal weer netjes is. Want dat zijn wel irritatiepunten van mij. En ja. Ik had met Niels erover gehad. Ik zeg, oh, dat is zo'n irritatiepunt voor mij. Ik wil het gewoon netjes hebben en opgeruimd hebben. Nou, en toen zei hij tegen mij van, nou, ja, dan gaan we dat maar doen, hè. Dus, dat is hij gaan doen. Ik ga zo dadelijk beginnen met het eten maken, maar het blijft gelukkig langer licht. Dus, hé, hè. En je zou zeggen dat morgen iedereen weer naar school gaat. Niels gaat wel werken. Maar ik hoef verder voor niemand iets te doen als alleen voor Niels even brood smeren. Want Jordi heeft morgen studiedag. En ik had het er met de school van Sam en Liam over. En ik zei ook van ja, ik zeg, dan kan ik beter gewoon Liam ook thuis houden. Ik zei, want anders wordt het zo verwarrend. En daar waren ze het ook mee eens. Dus morgen blijven de kinderen ook nog thuis bij mij. En dan woensdag gaan ze weer allemaal naar school. Ja, het is gewoon zoals het is. En al die studiedagen, allemaal leuk, maar hè, het brengt ook verwarring binnen mijn gezin. Want op het moment dat wij Jordi niet naar school brengen, maar Liam wel, ja, dat gaat koek, 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 koek. Dus, en stel hij gaat wel met Sam gelijk ook, dan is dat anders. Maar in principe, als het allemaal helemaal anders gaat, dan... Ja. Dan gaat hij niet meer akkoord. Vindt hij niet top. Dus vandaag. Ik ga heel eventjes zo beginnen met eten koken. Liam zit op zijn kamer, want die heeft straf. Die heeft er een handje van om dingen te doen vandaag die niet mogen. Dus dat. Maar goed. We hebben blikjes drinken gehaald. We hebben plantjes gehaald. Voor aan de voorkant lekker leuk te maken enzovoorts. Dus daar ga ik straks lekker mee klonen. Heel soms heb je van die dagen, oh let niet op het vlekje, ik heb geknoeid. Heel soms heb je van die dagen dat je gewoon vergeet te uploaden. Nou, vandaag is zo'n dag. Ik ben vandaag vergeten te uploaden. Is echt lang niet gebeurd. Lang niet gebeurd. Maar goed, ik ben het nu aan het doen. Aan het zorgen dat ik upload. En ja, dat... 565.
Ik heb even plantjes gedaan met de potten die wij straks gekocht hebben. Ik had twee andere hier staan. Eentje heeft de buurvrouw meegenomen. Daar zat deze in. En ik heb die nou mooi in een andere pot gezet. En dan natuurlijk deze ook verpoot. En dan heb ik hier bloemetjes. Hier bloemetjes. En hier eventjes de boel weer netjes gemaakt. Niels heeft even langs het huis gedaan. En daar heb ik ook nog bloemetjes staan. Oh, is weer opgeruimd. Jasjas. Dus dat. Tada. Dan heb ik hier weer mijn mooie bloemen staan. Een hele goede morgen en welkom op de studiedag van Jordi. Tada. Liam en Sam blijven. Of Liam blijft ook thuis. Sam is altijd tot op dinsdag thuis. Ik heb een tentje gemaakt voor Liam. Dat wilde hij graag. Ze hebben al gedronken en alles schoon luier, et cetera, et cetera. Dus ja, dat. En het zonnetje schijnt heel mooi. We gaan even kijken hoe en wat. Juist. Joef, Joef. Je moet een vlieg opeten, jong. Hier, vlieg. Doe er niks mee. Wat ben je voor een jachthond? En daar is hier een vlieg. En die beweegt nog. En laat ik die maar even op gaan ruimen. Ja, dat. We gaan wel zien hoe de dag loopt. Ik heb wel dingen voor mezelf gepland staan om te doen. Dus, ja, dat. En voor de rest zien we het wel. Liam en Sam zitten lekker in hun tentje te genieten. Ik weet niet wat Jordi allemaal aan het doen is, maar... Ik heb ze net allemaal fruit gegeven en alles en zo wordt verzorgd. Hij heeft weer een volle broek, dus die kan ik ook alweer gaan doen. Maar ik laat hem heel eventjes. Zodat alles wat er nog uitkomt, dat er nog even uitkomt. Dat is meestal na het eten bij hem. Maar, dit weet ik ook niet. Dit is nieuw. Dit is heel nieuw. Ja, mijn haar zit gemakkelijk sexy. Maar hè? Ik ben thuis. Ik heb al wel het een en ander gedaan. En ik ga nog meer doen vandaag, maar hey. Op het gemakkie, want ik ken. Hallo. Zitten jullie hier lekker samen? Kijk, nee, je mag gewoon hier blijven zitten. Mama wil gewoon kijken hoe schattig jullie samen zijn. Hé, hey, zitten jullie daar lekker? Zit je nou scheten te laten, Sam? Zit je daar lekker? Ga lekker tentje in, Sam. Hier, ga erin. Ga erin. Ga erin. Je hoeft er niet uit. Je mag er gewoon in blijven zitten. Je mag gewoon blijven zitten. Zo. Mama wil alleen even kijken. Kijk, kijk uit. Ja, oh, kijk uit. Oh-oh. Hoofd stoten. Oh, nee. Met je hoofd te stoten. Ja. Ja. Ga lekker in je tentje, schatje. Ga lekker met Liam in de tent. Ga lekker erin. Liam wil ook dat jij erin komt. Kijk maar. Liam die roept jou. Ga erin. Goed zo. Ga lekker samen in de tent. Dan gaat mama weer verder. Dag. Bye. Alles in de tent is 50%. Ja, dat grapje heb ik al ooit eerder gemaakt. Maar goed, ik vind hem nog steeds geweldig. Ja, ik ben ondertussen water voor jou gaan pakken. Niels is even werken. Kindjes liggen op bed, zijn gedoucht en wel. Daarbij ben ik ook gedoucht en wel natuurlijk. Morgen heb ik het heel druk, dus ik moet vandaag heel eventjes doorpakken. Ik heb al wel een hele hoop gedaan hoor, maar...
Morgenochtend heb ik BLZ, er komt Stichting Mee, de vrouw van Stichting Mee. Ze zijn niet getrouwd, maar die vrouw van Stichting Mee komt. De hele ochtend. Ik moet morgen ook gehaktballen bakken voor Niels' werk. Morgen moet Jordi voor de laatste keer naar de fysio. En ik heb een cadeautje op het oog, maar ik twijfel nog. Dus daarom heb ik het nog niet gehaald. Dus dat ga ik morgen ook even doen. Ik had het er met Niels over. En Niels die zei van, oh, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Dus dat ga ik even morgen halen. Want morgen gaat de fysio van Jordi gaat met zwangerschapsverlof. Ja, dus dat is wat de bedoeling is. En nou ga ik hier even aan de slag. Want ik moet even alles opruimen, stofzuigen, dweilen, brood smeren. Nou, de hele rattenplan. Dus ik zet lekker mijn podcastje aan en ik ga aan de slag. Een hele goede middag. Het is al middag. Ik zou vandaag live gaan. Ik heb een afspraak tussendoor gekregen om voor de WLZ van Jordi van alles in te moeten vullen. En dat gaat toch wel heel eventjes voor. Dit was een afspraak waar de formulieren ingevuld moesten worden, et cetera, et cetera. Ik moest ook een paar boodschappen halen, maar die afspraak was gewoon heel erg belangrijk. Ik heb daar ook gewoon hoofdpijn van. Omdat je moet nadenken, je moet van alles regelen. Och, pff, dat. Ik moet zo dadelijk ook alweer de kinderen halen, daarna moet ik weer naar fysio. Laatste keer fysio voor Jordi voorlopig, want de fysio gaat met zwangerschapsverlof en er is ook geen vervanger. En dat er geen vervanger is, is niet erg. Maar ja, het is wel de fysio van Jordi al 6 jaar lang. Dus ja, daar heb ik ook even een cadeautje voor gehaald. Ik heb een slaapvosje gehaald. Daar is Jordi gek op. Een slaapvosje. Dat is Jordi zijn ding. Dus ik wou het ook een beetje in het teken van Jordi doen. Maar ik kon dus niet anders dan... Ik heb net ook even een post gemaakt op YouTube. Dat het me niet gelukt is. Maar daarom is het me dus niet gelukt. Ik wilde heel graag live gaan. Maar ik kreeg die afspraak tussendoor. En ik vond dat toch heel eventjes iets belangrijker. Want dit loopt al maanden. En het moet ook een keer klaar. Dus vandaar. Maar goed, ik ga eventjes wat eten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Dat ga ik nu even doen. En dan zorgen dat ik zo dadelijk de kinderen op ga halen. En hop hop, naar visio. Een hele goede morgen. Eerst deze maar eens even uitzetten. Hop, uit. Ja, gisteravond heb ik eigenlijk niet meer gevlogd. Of gistermiddag eigenlijk al niet meer. Doe ik wel vaker natuurlijk. Maar gisteren hebben we afscheid genomen van de fysio van Jordi. Daarna is het eigenlijk gewoon nog steeds aan het rennen geweest hier thuis. Kindjes gegeten. Kindje op een gegeven moment naar bed. Toen ben ik gehaktballen gaan maken voor Niels' werk. Want Niels doet eens in de zoveel tijd trakteren en dan kiezen ze voor gehaktballen. En blijkbaar vinden ze die van mij lekker. Prima jongens, echt. Toen heb ik boterhammen en alles, de boterhammen van de kinderen gemaakt. En voor Niels hoefde dan nu niet. Toen heb ik alles hier opgeruimd. Alles klaargezet voor naar school te gaan voor vandaag. En toen ben ik op een gegeven moment naar bed gegaan. Ja, dat is wat ik op een gegeven moment gedaan heb. En vanochtend opgestaan, kindje klaargemaakt om naar school te gaan. En toen, wat heb ik toen gedaan? Toen ben ik gewoon naar de winkel geweest. Even gauw een paar boodschapjes gehaald. Toen ben ik thuis gekomen, boodschapjes afgezet. Toen ben ik doorgegaan naar de pijnbank, fysio. En daar ben ik nu net van terug. Dus ja, ze heeft me weer mishandeld. Ja. Volgende week niet. Die week erop ga ik weer even kijken of dat wat doet, zeg maar. Ja, ik ben eigenlijk een beetje op zoek, zeg maar, hoe ik... Ja, pijn blijf ik toch houden. Dus heeft fysio echt zin? Weet ik niet.
Dus daar ben ik eigenlijk een beetje over na aan het denken, samen met de fysio. Dat is waar we even na aan het kijken zijn. En ja, dat. Ik ben ook gewoon heel erg moe. Ik moet ook gewoon mijn bloedwaardes weer laten testen. Dat ga ik binnenkort ook laten doen. Dus ja, dat. En vandaag hebben we eigenlijk een gesprek voor Liam op school. Nou weet ik niet of dat doorgaat. Dus dat moeten we even afwachten. En als dat doorgaat, dan moeten we daarheen. En anders dan gaat alles gewoon zoals het normaal gaat. Dus dat. Ik ga daar eventjes wel boven van alles doen. Was doen, et cetera. En ja, dat. Oh ja. Jordi zijn rugzak van school. Ja, die is niet kapot. Maar die is wel echt flink aan het slijten. Dus ik heb een nieuwe rugzak besteld voor Jordi. Met naam erop. Heel handig. Heb ik bij Bulby besteld. daar komen eigenlijk alle rugzakken van de kinderen vandaan. Ik zal het even laten zien. Bulby. Heel simpel te bestellen. Het zijn echt hele leuke rugzakken. Ik zal het even laten zien. Kijk, dan is dit de rugzak. Dit is gewoon een voorvakje. Dan kan hij aan de zijkant kunnen we dingetjes stoppen. Hierin, hij heeft eigenlijk een rondere rugzak. Net zo lang, net zo groot. Maar deze is breder ook aan de bovenkant. En stel Jordi heeft een dagopname. Dan kan hij hier ook zijn tablet in hebben. Dus dan heeft hij gewoon een complete rugzak. En ik vond dit zo leuk. En die rugzak past ook mooi bij zijn rolstoel. Dus dat is ook alleen maar voordelig. Even mijn schoen uitdoen hoor. Maar goed, ik ga even wat eten. Dan ga ik even boven wat dingetjes doen. En dan, ja, dat. Ik ben kapot. Maar goed, vanavond gewoon op tijd naar bed. Inmiddels heb ik de kinderen opgehaald. En zijn ze allemaal lekker thuis. Ze hebben het super goed gedaan vandaag. Sam is met Jordi samen. Liam is in slaap gevallen. Hij was zo moe, hij had het zo goed gedaan vandaag. Maar dat. Ik ben eten aan het koken. We eten spinazie met een gekookte ei. Hoe heet die dingen nou? Fistiks. Zo heet die dingen. En gekookte aardappels met jus. Dat is wat we eten. Dus ja, dat. Dat is wat we eten. Meer kan ik er niet van maken. Ja. Ondertussen ben ik podcastje aan het luisteren. En heb ik alweer was aangezet en alles. Dus hey, we doen het zoals het komt en het gaat. Het is misschien niet de allerleukste vlog natuurlijk. Maar ik ga niet dingen opzoeken om, om het leuk te maken. Dit is gewoon mijn leven. Dit is gewoon zoals het is. Meer kan ik er niet van maken. Maar er komen wel weer leuke dingen aan. Al is het niet dit weekend, maar het weekend erop. Ik lig voor het eerst even in de hangmat. Ik had iets lekkers bij me. De eerste aasgier staat er al. Oeh, de tweede aasgier is er ook al. Ah, ah, ah. Je mond open. Lekker hè? Joep, ga weg. De chocola. Wegwezen. Lekker hè? Mm. Hey, niet zelf pakken. Mama geeft dat. Nee, jij appen. Op een gegeven moment hebben ze namelijk genoeg gesnoept. Doe jij eens even uitkijken met je. Hoef niet over mij heen, hè? Joe, move. Hoe is dat? Liam was net nog heel zwagrijnig. Maar met chocola.
zitten ze altijd op te vrolijken. Hallo mama. Alsjeblieft, schatje. Eet jij eerst eens je mond leeg? Ja. Ja, eerst je mond leeg. Is je mond al leeg? Je bent aan de hamster, jij. Ga dan nog even verder snoepen. Is je mond al leeg? Je bent gek. Je mond leeg. Dit is goed. Ja, maar je mond leeg. Laat eens kijken. Dus ah. Ja, oké. Okay, nou mag je weer. Hier, hallo. Je mond is leeg. Zoals ik al zei, ik moet even hangen. Nee. Daarna die jongen allemaal lekker de douche in. Kindjes liggen inmiddels in bed. Ik ben was op aan het vouwen. Joepie. Oh, en ik heb ook een pyjama aan. Dat heb ik ook. Wacht. Niels heeft hier ook een standaard handy. Auw. En ik zoek erbij weer. Maar ja, ik ben was op aan het vouwen. Want dat moet ook gebeuren, hè jongens. Ja, ja, dat moet ook gebeuren. Dus ja, dat. Ik moet daar ook nog kleren pakken voor de kinderen. Broodtrommels heb ik al gedaan. Ja, of ik nou elke keer die broodtrommels moet laten zien, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet niet of jullie dat willen. Ja, dat. Maar nu ben ik in ieder geval was op aan het vouwen. En dan zorgen dat dadelijk kinderen weer alles klaar hebben staan voor morgen, zodat ze weer naar school kunnen. Nou, dat is de laatste mand was die ik nou moet gaan doen. Maar in ieder geval, ja, dat. En morgen ga ik eigenlijk gewoon weg boven poetsen, dus ik wilde ook mijn was opgevouwen hebben, zodat ik gewoon aan één stuk door kan. Door. En ja, pyjama broeken vouw ik niet al te best op. Want ik ben moeder, ik ben geen opvouwer. Dat is niet wat ik ben. Strijken ken ik ook niet. Heeft mijn moeder wel een poging tot gedaan hoor, om mij dat leren. Maar nee, strijken kennen we niet. Dus ja, dat. In ieder geval, ik ga verder mijn was eventjes doen en daarna nog even wat dingetjes klaarleggen en dan ga ik toch echt mijn nest in. Dus ja, Niels ligt beneden op de bank. In ieder geval, ik ga deze ups en aan afsluiten. Want ik ben er nu een keer niet vergeten, jongens. Echt top. Ik ga deze ups en aan afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.